thema veiligheid. Het is daar net al zijdelings aan bod gekomen in het jongerendebat. Maar ongetwijfeld valt er nog wel meer over te zeggen. En wie kan de intro dan beter geven als het Kruipbeeks Belang, die daar net ook eens iets over gezegd hadden. Sorry hè, maar mijn punt, mijn speerpunt was de financiële zaak. En dat is ongelukkig aangehaald toen u begonnen bent met meneer Sassen het woord te geven. Ja, maar dat is akkoord. Dus de financiële... Daar wil ik het over hebben dan. U mag van mij het gerust hebben over het financiële. Mijn vraag is, heeft u een mening over het veiligheidsdebat in de gemeente? Als u er geen mening over heeft, ook goed, dan vraag ik het aan iemand anders. Ja, meneer Sassen, heeft u een mening over veiligheid in Kruipbeeken? Kwestie van de deur van daarnet terug te openen. Ik hoorde dat de pleintjes niet veilig waren, dat er veel hangjongeren zijn, dat er een drugsproblematiek is. Kortom, heeft u daar een mening over? Heroïne! Kijk, als we de zaken heel rustig bekijken, we moeten misschien maar 500 of 600 meter meer naar het oosten gaan, in Antwerpen gaan, en dan zien we wat dat veiligheid wel kan zijn en welk thema het wel kan zijn. Dus wij hebben in Kruipbeke onder ons gezegd een luxe probleem qua veiligheid. Laten we daarover akkoord zijn. Dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn. Natuurlijk zijn er problemen en die moeten aangepakt worden. Als er gasten in mijn brievenbus komen pissen, dan kan dat vervelend zijn. Dan moet er misschien tegenopgetreden worden als er bij iemand anders gebeurt. Dat is misschien wel waar. Als er ambetante dingen gebeuren, moet je er tegenoptreden. Maar je moet alles in perspectief bekijken. Hè. In Kruipbeek is het grootste veiligheidsprobleem het verkeersveiligheidsprobleem. Dat is het grootste probleem. En er zijn hier en daar wel problemen als er mensen samenkomen. En vaak zijn dat mensen van mijn leeftijd die ergens na een feestje buiten komen wat gedronken en wat lawaai maken. Minder de jeugd. En dus je moet alles in perspectief bekijken. En ik denk dat we globaal gezien in Kruipbeek heel blij mogen zijn dat we een relatief beperkt veiligheidsprobleem hebben. En dat de mensen tot op zekere hoogte nog goed met elkaar overweg kunnen. En de zaken die problemen er zijn moeten aangepakt worden, dan moeten geen geweldige dingen rond gebeuren, want het is hier Kruipbeek vrij goed om te wonen, in vergelijking met ergens anders. Het is hier Kruipbeek goed om te wonen, en dat moet zo blijven. Is iedereen ermee akkoord? Wel, in Kruipbeek is eerlijk gezegd een groot probleem, is dat dus niet. Ook niet wat verkeer betreft, want als we nakijken, overal gebeuren verkeersongevallen, maar in Kruipbeek en ook wat verkeersveiligheid betreft, het kunnen terugdringen, hier gebeurt er geen, we gaan niet meer zeggen, maar in het verleden is in Kruipbeek goed geweest. Een paar ongevallen kunnen we niet vermijden, zal er bij een gebeurde ongeval gebeuren, maar het is niet altijd waar men zich onveilig voelt, dat het onveilig is, want er geeft meer alertheid. Meestal gevallen gebeuren op plaatsen waar mensen zich veilig voelen. Op de straat bijvoorbeeld, en vrachtwagens met automatische piloot. En dan gebeuren ongevallen, dat is natuurlijk veilig. Als men naar recht is, een gevaarlijk kruispunt, is men naar recht. Gevaarlijk kruispunt, nog meer. Iets goed nemen, maar is het veilig eigenlijk. Wat de bevolking betreft, naar vandalisme toe, is een Kruipbeekje, zoals overal. En grafisch buitenlijk meer, zijn er wel kleine problemen. Maar onder andere, als we niet horen vandaag, zeggen niet. Over aanjongeren, er is wel een probleem in het bemonden aan de kaai bijvoorbeeld. Daar heb je soms een concentratie van, en dan gaat het niet over 4 of 5 jongeren, want als die daar zijn, dan blijf je soms ook en ga ik erbij zitten. Okay? Ik ga niet naar Vuiven om die pinten te drinken en te krijgen, ik ga dus wel naar plaatsen waar het soms kritisch is. En dan ga je dus naar het bemonden aan de kaai en ga bij jongeren bij zitten en daarmee praten. En dan hoort je bij jongeren ook. Zeg van, dat ben ik gedaan en dat hebben we gedaan. Maar het is waar je van vreemden komt, van buiten de gemeente, dan krijgen we daar dus wel. En dat concentratie soms van die van 10 van 20, dan zal er 50 jongeren in. En dan kan daar dus wel een probleem zijn. Bij pro-school daar, op het plein komen dus het terroriseren van de mensen, dat gebeurt daar dus wel. Dus er mag iets soms gebeuren. Jeugd, we zijn niet allemaal eindig enzovoort, zal ik zeggen, heel duidelijk. Je bent niet volmaakt en dat is perfect. He. Zoals Peter zijn. Ik ben ook niet volmaakt, jullie ook niet. We maken fouten en gebreken. En dat mag dus. Dat maakt het dus geboeiend tijd. Maar veiligheid is toch een thema waar we moeten verwachten naar de toekomst toe. Het is ook gebeurd in Kruipbeek dat een mevrouw van de markt komt. En dat ze naar huis gaat en dat ze thuis, voordat ze binnenstapt, in een keer, want als ze een bloemje staat te putsen, die mevrouw dat ze je weer aan heeft, die gaat niet binnen in huis.
en takt allemaal je wiel af met zijn brommen en hij is weg. Dat zijn feiten die in Kruijbeek ook gebeuren. Maar dat niet in het nieuws komen en niet zo de verf komen. Dat zijn feiten ook gebeuren. Dus niet te zeggen dat het te ver is, dan moet wel voorzichtig zijn en normen en waarden aanleren. En ik denk dat de jeugd heel belangrijk is in de context van daarmee bewegingen daar ook bezig te zijn. Maar voor de rest is het goed wonen in Kruijbeek. Het zou wel spijtig zijn. Kruijbeek waar lieve mensen wonen. De procureur zelf heeft aan de rechtbank net opgelegd. Als wij praten over het veiligheidsoverleg, Tems is gelijk hetzelfde zit. En dan zegt hij eerlijk gezegd, maar Kruijbeek is een gemeente waar lieve mensen wonen. De familiale conflicten zijn veel minder in Kruijbeek dan in andere gemeentes. Dat is zo. Er wonen lieve mensen en al wel valt het grotendeels nog mee in Kruijbeek. Zijn er andere meningen over rond de tafel? Politiek is, als jullie, ik ben een burger. Je kan van alles vertellen over hoe veilig Kruijbeek is, maar ik raad alle mensen die dat, je bent allemaal waarschijnlijk een pc of zo in huis, en tik die zin op een website van de Vlaamse overheid, profiel van een gemeente, en dan vind je Kruijbeek terug, en dan kun je alle cijfers bekijken van ongevallen, misdaden, noem maar op, alle informatie. En dan kan je misschien een ander idee krijgen van hoe veilig het is in Kruijbeek.